Zo, en in deel 2 gaan we dit potloodje laten schrijven. Nou is het erg handig als je je pivot points dan ook op de juiste plek hebt staan. Nu staat het pivot point aan het uiteinde, het verkeerde uiteinde van de potlood. Ik ga even naar F3. Ik ga in pivot mode zitten. Move tool. En ik zet hem precies op de punt. Als je even goed inzoomt, kan je hier hem precies op dat puntje zetten. Ik zet hem hier neer, maar hij mag een klein beetje door het papier heen prikken straks. Hij wijst met zijn z-as over de as van de potlood. Hartstikke mooi. Dit is mijn uitgangspunt. Wat hebben we nodig? Ik ga even naar F1. Ik draai even mijn hele scène bij en ik leg hier een plane neer en dat plane ga ik even veel groter maken. Bijvoorbeeld 12 bij 2000. Zo, wow, 2000, 20.000, wow. 2000 dus. Goed, die leg ik even hier neer. En ik maak een nieuw materiaal aan. En dat materiaal is dof en het is bijna wit, bijna. En het heet papier. Mooi zo. Huppakee. Papier aan het plein. Klaar. Potlood, dat gaan we zo animeren. Maar ik ga hem alvast even een beetje in een soort schrijfhouding zetten. Zo. Ik ben rechtshandig, dus potlood gaat een beetje naar links. Rechts, schrijf. Oké, sorry. En dan ga ik even een tekst schrijven. Van bovenaf gezien, F3. Druk ik even op de F2, sorry. En druk ik op de H van de hele zinne. Ik moet dus even binnen dit kader blijven. En ik ga even wat schrijven met een freehand curve. Die wordt nooit zo helemaal mooi, maar daar kan je zelf nog wat aan doen. En ik schrijf even op Ray. Hartstikke mooi. Deze spline, dat is dus mijn tekst. Daar gaat mijn potlood over geanimeerd worden. Dan pak ik even mijn potlood en die wil ik zelf nog draaien. En dat is als het ware een aparte as. Dus ik ga hem nu groepen met Alt-G. En dit noem ik schrijven. En dat potlood ga ik zo meteen alleen draaien. Schrijven, die gaat in een aligned spline. En die aligned spline die wordt aangestuurd door dit pad. Nu is deze tekst nog een adaptive curve. Zet dit gelijk even op uniform. Geef er een bezopen aantal punten aan. Tussenpunten. Dat is verder prima, maar nu gaat hij gewoon heel mooi van de ene kant naar de andere. Met een beetje vloeiende lijn. En met adaptive krijg je dat hij gaat versnellen op de rechte stukken. En vertragen. Oeps. Ik krijg weer een mailtje. En vertragen op de bochtstukken. En dat wil je niet. Schrijven is dus erin gezet. Nou, laten we maar gelijk aanklikken. Op frame 0 staat hij op positie 0. En op frame, laten we eens even uitgebreid doen, want laat hem ietsje langzamer schrijven dan 75 frames. Op frame 180 zit hij op positie 100 baan. Wat heb ik nu? Dit. Tekenen. Hij gaat in het midden sneller en hij heeft een ease in, ease out. Wil ik dat? Nee. Shift F3. Dan krijg je gelijk dit. Ik wil de position parameter van mijn aligned spline. En die wil ik een linear curve geven en niet meer een spline curve. Huppakee, weg ermee. En nu gaat hij gewoon altijd even snel over die hele spline heen. Hartstikke leuk. In perspectief hebben we dan dit. Mijn bladspiegel ligt alleen een half kilometer naar beneden. Hoe ga ik dat oplossen? Ik ga het velletje papier even naar boven halen.
En die leg ik er eigenlijk op dezelfde hoogte. Dus ik ga hier coördinaten, y-coördinaten ga ik even kopiëren. En dan leg ik die plane op precies dezelfde hoogte. Goed. Volgende is dat die lijn hier achtergelaten moet worden. Dat is even tricky, want ik gebruik daarvoor een Sketch and Toon material. Die vind je onder shader. En die hang ik dus gelijk aan tekst. Maar dan ben ik er nog niet. Ten eerste, ik wil dat die splines tekent. Dus al die andere dingen die kunnen uit. En er gebeurt nu al een hele hoop in mijn render settings. En daar wil ik eerst even aandacht voor. In de render settings heb je dus al Sketch and Toon aanstaan. En bij de shading zie je hier dat hij een color background hier gaat neerzetten. En die zet ik eerst even uit. Met Sketch and Toon is ook een probleem dat hij alles gaat Sketch and Toonen. En dat wil je ook niet. Dus je gaat naar render. En hier staat mode exclude. Als ik nou gewoon dit eventjes in dat lijstje zet. Dan gaat hij deze dus niet Sketch and Toon. Even controleren. Hartstikke mooi. Je ziet de tekst alleen nu helemaal er al staan. Dat is een beetje fucked up. Dus daar gaan we wat aan doen. Even kijken. Blop, blop, blop. Wat gingen we nou doen? Ah ja, tuurlijk. Sketch and Toon. Animate. Ik zal even zo opengooien, want dat is wat duidelijker. En hoe gaan we animeren nou als die getekend wordt? Draw. Ja, klopt. Draw speed. Animation end. Nee. End frame. En wanneer is die end frame dan? Frame 180. Dan kunnen we hem nog door laten lopen. Even kijken. Short to long. Blablabla. Random. Nee, dat hebben we allemaal. Hebben we niks mee te maken. Single strokes. Ja, blablabla. Het is allemaal goed. Dus als ik nu een end in mijn animatie zit, dan zou die... Ja, nee. Kijk, hij is net ietsje verder. Oké, daar was ik al een beetje bang voor. Dat moet je dus een beetje gaan tweaken en tunen. Want daar zal hij dus een probleem mee hebben. En eigenlijk is dan het beste om een proefanimatie te doen. Maar je kunt dus dan het potlood op een andere manier gaan keyframen. De Align to Spline animatie. Dat je hem net eventjes een duwtje naar voren geeft. En hem daar nog een extra keyframe geeft. Tussen 0 en 180. Nou, dan tenslotte. Ik zet alle animatiechecks uit. Ik selecteer het potlood. En ik ga bepalen hoe mijn potlood draait. Terwijl ik schrijf. Dat is heel simpel. Je begint bij 0. Hier geef je een keyframe. En je gaat naar frame 40 bijvoorbeeld. En dan zeg ik van, luister, jij moet draaien. Zo draaien bijvoorbeeld. Of nog verder zo. Een beetje zo. En ik geef een keyframe. En dat doe ik nog een keer hier. En dan ga ik een behoorlijke schwung daar maken. En ik draai hem een beetje zo. En ik draai hem een beetje zo. Keyframe. Enzovoorts. Dus nu gaat je potlood ook bewegen. Dat mag best wel wat hectischer. Er mogen best wel wat meer keyframes tussen zitten. En dan gaat hij uiteindelijk het hele ding schrijven. Oh ja, en hier kan je natuurlijk bij color. Ik zit nu in het sketch material. Color natuurlijk zeggen dat het rood moet zijn. En de thickness mag ook wel wat hoger. 5. Kijk, dan hebben we iets.